Heel erg welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. En fijn dat jullie er ook zijn. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb dezelfde studio, zelfde kleertjes, zelfde kuifje. En dat leek me allemaal wel fijn, omdat in de politiek namelijk alles is veranderd. Het kabinet is gevallen, we krijgen nieuwe verkiezingen, er is een nieuwe partij en die is meteen de grootste in de peilingen. En alle ministers die hebben voor de grap elkaars functie overgenomen. Hanke Bruinslot volgt haar partijgenoot Wopke Hoekstra op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Bruinslot is nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die functie wordt overgenomen door Hugo de Jonge, ook van het CDA. En Karien van Gennep van Sociale Zaken wordt namens het CDA de nieuwe vicepremier. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, het is heel simpel. Karien wordt Hugo, ja. Want Hugo wordt Hanke, tuurlijk. Want Hanke wordt Wopke, dat is logisch. Want Wopke wordt Frans, dat moest wel. Want Frans is nu Atje en Jesse. Dat is duidelijk, toch? Duidelijk. En dit is dus allemaal de schuld van Frans Timmermans. Die was namelijk eurocommissaris van Klimaat en die wordt nu opgevolgd door Wopke Hoekstra. Beetje raar, Wopke Hoekstra, eurocommissaris van Klimaat. Die man heeft nog nooit het woord klimaat uitgesproken. Behalve toen hij het had over het vestigingsklimaat. Of de klimaatsettings in zijn nieuwe leasebak. Heel lekker. En zijn klimaat, waarmee hij op Bolderen zit. Oké. Doordenkertje. Dus ja, goede vraag. Waarom hij? Laten we niet vergeten, Wopke kan wat. Hè? Die is minister van Buitenlandse Zaken geweest, minister van Financiën. Ja, maar dat was dus ook al raar. Hè? Dit kun je niet blijven doen. Hè? Steeds maar naar een hoger baantje schuiven en dan verwijzen naar het vorige onterechte baantje. Dat hij straks Xi Jinping opvolgt. Hé, wat, Wopke Hoekstra? Ja. Ja, joh, hij is ook eurocommissaris geweest, hè? Oh ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Nou, Hoekstra, die moest worden opgevolgd bij Buitenlandse Zaken. En dat wordt dus Hanke Bruinslot, nu nog minister van Binnenlandse Zaken. Maar die is gelukkig ook heel erg geschikt als minister van Buitenlandse Zaken. Ze heeft bij Defensie gewerkt, ze is militair geweest, heeft in Afghanistan gevochten. Dus dat, ze weet wel iets van het buitenland. Ja. Maar wel van een heel bepaald stukje buitenland. Ja, nee, buitenland, ja. Veel zand, altijd oorlog, vrouwen mogen niks. Altijd overal gevaar, hè. Altijd een geweer bij je hebben in het buitenland. Je moet denk ik een beetje oppassen met deze minister als ze naar een buitenlandse top gaat. Oh god, nou heeft ze weer de premier van Luxemburg doodgeschoten. Oh. En sowieso is het wel een beetje gek dat we dan altijd maanden bezig zijn met verkiezingen en dan nog een jaar met formeren. Allemaal om te kijken wie mag het land besturen. Dat is heel belangrijk. En nu is het zo van, nee joh, die twee ruilen van plek. En deze minister gaat er nog even een ministerie bij doen. Want dat gebeurt ook, hè. Hugo de Jonge die volgt dus Bruinslot op als minister van Binnenlandse Zaken. Maar hij is dus al minister van Volkshuisvesting. Dat blijft hij er gewoon naast doen. Hugo, ik weet dat jij druk bent met de wooncrisis, maar zou je voor mij één ding kunnen doen? Ja, is goed, wat dan? Het binnenland. En dan komen er ook nog verkiezingen aan. Dat wordt pas echt een spektakel. Want Rutte gaat weg, Omtzigt heeft een eigen lijst en Caroline van der Plas is als een soort technisch directeur van Ajax overal politici aan het wegkopen. Afgelopen vrijdag presenteerde ze Mona Keizer als premierskandidaat. En Keizer, die komt van het CDA. Die was even uit de politiek en waarom komt ze nu terug? Waarom heeft u dit besluit genomen? Omdat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat ik goed ben in politiek. En bescheiden, ja. Bescheiden heb ik ook gemerkt. Ik ben heel bescheiden, ja. Ja. Wat ik ook gek vond aan de keuze voor Mona Keizer, vorige week zei Van der Plas nog dat haar premierskandidaat internationale ervaring heeft. En als ik aan Mona Keizer denk, dan denk ik niet aan internationale ervaring. Ik bedoel, die neemt al een reisverzekering als ze boodschappen gaat doen in Enkhuizen. Dus is de BBB wel blij met haar? En is zij nou die gedroomde kandidaat met al die internationale ervaring? Ja, iedereen heeft al internationale ervaring. Ja, omdat jij erover bent begonnen. Hallo. Maar Keizer vindt zelf dat ze over ruime internationale ervaring beschikt. Ik heb in drie Europese raden gezeten. Ik ben de wereld overgevlogen op allerlei missies. Oké, ze is dus de hele wereld overgevlogen. Nou, daar kan Caroline blij mee zijn. Weet je, ze is geen Rutte die de hele wereld heeft overgevlogen. Ik vond zelf dat ze best wel wat ervaring had. Ja, nou ja, prima. Prima. Ga je te lekker met haar praten, prima. En de BBB hengelde nog meer rechtse toptalenten binnen, zoals Lilian Helder van de PVV. En de BBB scoorde ook nog twee Kamerleden van JA21, Nikki Pauw Verweij en Dirk-Jan Epping.
hoop namen voor twee mensen. Maar dit is vooral lullig voor Joost Eerdmans, de lijsttrekker van Jaar 21. Want die zit nu ineens in zijn eentje in de Kamer. En uitgerekend een dag na dat overstapnieuws hield Jaar 21 de campagneaftrap. Maar hij stond er hoor, Joost. Hij stond. Mensen, we gaan campagne voeren. Let's go. Ook de goede microfoon was overgestapt naar BBB. Doe nog eens, maar nog eens hoor. Let's go. Let's go. En zelfs mensen in dat Jaar 21-zaaltje, zeg maar dus de diehards, die dus naar de feestelijke aftrap zijn gekomen, die geloven er niet meer in. Gaat u dan wel verder met deze partij? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Oké, okay, that's the spirit. Let's go! En ook de nummer 2 van Jaar 21, Annabel Nanninga, die houdt de moed erin. Achter de schermen rommelt het. Nee. Ja. Ja. Echt wel, echt wel. Maar het grootste slachtoffer is het CDA. Die presenteerde vandaag hun verkiezingsprogramma met de titel Recht doen. Dat klinkt als een commando van een agressieve printer als het papier niet goed zit. Recht doen! Oh, maar volgens mij zit het al recht. Niet! Het moet rechter! Sorry, Inkjet 400, sorry. Nou, waaraan het CDA dan recht wil doen, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Want als fractievoorzitter Henry Bontebal ergens aanschuift, dan gaat driekwart van het gesprek over hoe slecht het gaat met het CDA. Twan Huis die had zelfs een hele roast voorbereid. 3 zetels in de peilingen, dat is voor het CDA natuurlijk een nachtmerrie, zo weinig. Bent u een beetje voorbereid op de achterstandspositie die u inneemt? Houdt u ervan, van die plek? Uw oud-partijleider Hoekstra, die gaat naar Europa en verlaat het zinkende schip. U zei in die lezing, don't back the losers, pick the winners. Wat bedoelde u daar eigenlijk mee? Want die laatste groep, daar behoort u niet toe. Hoe hebben die voorgangers van u en de laatste is Wopke Hoekstra de partij achtergelaten in een totale crisis? Hoeveel leden hebben zich aangemeld? Die cijfers heb ik niet paraat, maar ik weet. Maar het zal toch geen stormloop zijn bij u? En die boodschap die resoneert wel. Die van het CDA totaal niet. Waarom niet gewoon zeggen, nou, het is een debakel geworden? Wow, rustig aan, Twan. Jezus. Ik bedoel, één kritische vraag. Oké, okay, maar dit is gewoon pesten. Hierna heeft hij nog Bontebal's fiets in de gracht gegooid. Gaat kopje onder, hè? Net als het CDA. Doe maar. Oké, over de ondergang van het CDA gesproken. Pieter Omtzigt, die heeft dus een eigen partij opgericht, NSC. En hij mag meteen flink aan de bak. Nederlands Dagblad meldt vandaag dat meer dan 1000 mensen gesolliciteerd hebben voor een plekje op de kandidatenlijst van NSC. Nu heeft de partijleiding 2 weken de tijd om een selectie te maken uit al die aanmeldingen. 2 weken voor 1000 aanmeldingen. Dat is wel veel voor iemand die permanent op het randje van een burn-out balanceert. Hè? 1000 brieven, dus eigenlijk is het een soort boer zoekt vrouw. He, Pieter, jij hebt 1000 brieven. Henry Bontebal, jij hebt er 3. Oh, nou ja, als de juiste er maar tussen zitten. Even kijken. Beste Pieter. Oh, die is ook voor jou, Pieter. Oh, jammer. Deze is van de Vriendenloterij. Nou, dan hoop ik dat er een leuke kandidaat in het blauwe envelopje zit. En dan gaan we door met de show, oftewel. Let's go. Dit was vandaag. Straks bespreken we de sportzomer met Diederik Smit en redden we de luchtalarm. Maar eerst nog even dit. Nieuw van Omnibags, de Cane Carrier. Een handige rugtas om je wandelstok in op te bergen. Nooit meer dat gezeul tijdens lange wandelingen in de natuur. Wandelstoktas Cane Carrier van Omnibags. Eindelijk je handen vrij. Cane Carrier, van de makers van de rolstoelkoffer. Uiteindelijk met handige opbergtas. Ik heb wat kijkersonderzoek gedaan. En wat blijkt nou? Alleen de 10% leukste en aantrekkelijkste kijkers abonneren zich op dit kanaal. Ik weet niet wat jij doet, maar ik zou er wel bij willen horen. Snel, abonneren.